Welkom bij Bled, het pareltje van Slovenië. Oké. Varoja, denk ik, dus ik ga hier. Nou, we gaan roeien naar het eiland. Nee, niks. Hard roeien. Bij de schade. Die sprak op het water met een tandje. Waanzinnig zacht. Heel lekker. En nu is het tijd om even lekker een frisse duik te nemen. We zijn op weg naar Lake Bohine. Daar gaan we de waterval zien. We gaan de grotten in. En we gaan het meer verkennen. We gaan ook nog naar een berg die heet Vogel. En dat schijnt een heel mooi uitkijkpunt te zijn. Ja, dan kijk je op de berg Triglav. Oké. Oh, de berg, het Nationaal Park Triglav heeft ook een berg die heet Triglav. Ja. Dat is de hoogste berg van Slovenië. Maar liefst 3 kilometer lang hoog. Hoi. Ik kwam die groot in deze gaten, ik snap nou. En dan gaan we vandaag daar naar boven. Oh, gaat die andere open? Oké dan. Oh shit. Kijk eens onder je. Wauw. No.
Kijk eens wat beken. Dat is hartstikke goed. Ja. Echt super mooi hier. We gaan nu met de stoelslift nog verder naar boven. Aan het lopen richting de waterval. Wow. Oh. Nee, serieus, als je hier nog voor aan het gaan bent. Het was een hele klim, maar we hebben het gehaald. Het is het zeker waard. En zoals altijd, ook weer naar beneden. Na een lange vermoeien
in de wandeling naar de waterval hebben we besloten nog even lekker te gaan zwemmen. En het is hier werkelijk prachtig. Echt ongelooflijk. Beetje abrupt einde van de dag gisteren. Het is ondertussen dag. Welke dag is het, Charlotte? Ja, goedemorgen. Beetje abrupt einde van de dag gisteren. Dat komt omdat ik vrij snel 's avonds nightlapses ben gaan maken, experimenteren. Dus toen had ik verder geen tijd meer om nog te filmen. Vandaag gaan we naar Italië. We zullen eerst naar de beroemdste grotten van Slovenië gaan. En een kasteel dichtbij. En vanuit daar zullen we doorrijden naar Italië, naar de kust. Ik weet niet of ik in de grot mag filmen, maar ik hoop van wel. Dus ik hoop dat ik uiteindelijk de grot. Nee. Eerst een half uurtje wachten en dan gaan we de grot in. En ik mag filmen, dus top. Het is een aardig treintje, jongens. Treintje zit aardig vol. Ja, het is wel weer eens een keer leuk. We moeten nu ook eens een keer zonder met de beelden, dat het niet te donker is. Hoop van zegen. Daar kun je het kasteel al zien. Daar gaan we nu naartoe. Thank you.
dat was het kasteel. Zeer boeiend. Zeer boeiend. Zeer educatief. Educatief, ja zeker. Is de grens. Italië was echt verschrikkelijk. Dat was verschrikkelijk. We hebben twee uur zijn we bezig geweest met het zoeken van een parkeerplek. Zonder resultaat. En het was zo belachelijk druk. Zo belachelijk druk. Er waren geen parkeerplekken. Er was overal file. Er was geen strand. We konden niet terecht bij een pizzeria om te eten. Of whatever. Dat we maar terug zijn gegaan. De auto begaf het op de weg naar boven. Dus beetje te zwak autootje en dat ging stinken en ook nog moesten we uitstappen en bijna duwen. Dat was echt een drama, maar we hebben het overleefd. En we hebben verder lekker in Slovenië een pizzatje gegeten. Die uiteindelijk gereeld was. We hebben morgenochtend nog pizza. Ontbijt. Stinkt. Dit zal trouwens alweer veel te donker zijn. Denk ik, tenminste. Maar goed, nu lekker slapen. En morgen eindelijk even een rustdag. Hé, ik ben helemaal kapot. Mm-hmm. We hebben de afgelopen dagen zoveel gedaan. Tijd om deze vlog te beëindigen. Wil je meer zien? Abonneer je op dit kanaal. Like en druk op het belletje. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Volgende week. Ga naar Slovenië, zeiden ze. Daar is het mooi weer, zeiden ze. Ik denk dat het tijd is om naar binnen te gaan.